Een hele goede middag. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik ben de hele ochtend lekker met Jordi bezig geweest. Die is nog thuis. Hij is nog steeds niet helemaal in zijn hummetje, maar daar zit verbetering in. Dus daar kan ik wel heel eerlijk zeggen. Soms heb je gewoon heel eventjes de momenten dat je even niet helemaal lekker in je vel zit. Nou ja, dat is op dit moment bij Jordi. Er verandert natuurlijk ook heel veel weer voor Jordi. Als in de scholen zijn weer begonnen. We hebben een pb'er. Het is een stukje drukker hier momenteel. Dat soort dingen allemaal. Zijn broers die ook een eigen willetje hebben. En steeds meer beginnen te krijgen. En dat mag ook. Dat mag allemaal. Maar ook Jordi moet daar even aan wennen. Hij is natuurlijk van 6 weken helemaal niks. Of ja, helemaal niks. We hebben wel dingen gedaan. Maar in Jordi's ogen is dat niks. In Jordi's ogen is dat gewoon bij papa en mama zitten. En that's it. Is hij natuurlijk van niks in principe moeten gegaan. Maar weer heel veel moeten. En dat mag. Dat is gewoon zo. En dat is helemaal prima. Maar dat betekent gewoon dat je heel soms heel even pas op de plaats moet maken. Wij denken dat die gewoon even niet helemaal lekker is. Ik heb natuurlijk gisteren de kinderarts ook gesproken. En daar heb ik het ook meer over gehad. Van joh, hè? Hoe moet ik hiermee omgaan? Of hoe kan ik hiermee omgaan? Wat is verstandig? Wat is niet verstandig? Etcetera. En zij zei ook van ja, als je van heel veel... Als je van geen druk naar heel veel druk gaat, want dat kind voelt dat gewoon, kun je daar ook gewoon last van krijgen. En hij heeft natuurlijk botox gehad. Jordi. Kijk, dit soort dingen vreet hij nu momenteel uit. Dit is niet de bedoeling, hè, al je onder dingetjes. Maar ja, dat vreet hij dus de hele dag een beetje uit. Hij is lekker de hele ochtend al aan het klooien. En lekker dingen aan het uitvreten bij mama. En dat is niet erg, dat is helemaal goed. Gooi er maar mee. Maar goed dat Liam nu niet thuis is. Hij is gewoon lekker de hele dag al een beetje aan het etteren en dat doen. En ik hou ervan als hij aan het etteren is. Want dat betekent dat hij zich eigenlijk langzaam weer een beetje zichzelf voelt. En dat is alleen maar goed. Wat is het? Nu moet ik heel eventjes mijn weekvlog gaan uploaden. Ik had hem al geëdit en alles, maar ik had hem nog niet geüpload. Dus daar ga ik nu even mee aan de slag. Ik moet over ongeveer een kwartiertje, 20 minuten, moet ik Jordi eventjes een schone luier geven. En naar de school van Liam en Sam gaan om Liam en Sam op te halen. Dus dat moet ik zo dadelijk doen. En... ja, dan zijn we weer thuis. Dus ik ben eigenlijk gewoon lekker bezig geweest. Ik heb vanochtend eventjes met Jordi zijn medicijnen opgehaald, want dat was ook nodig. Zodat hij in ieder geval voldoende heeft. Ik moet volgende week nog even wat medicijnen voor hem ophalen, omdat die slechter verkrijgbaar zijn momenteel. Ze zijn wel verkrijgbaar, maar het is iets langer duurt dat. Dat is een cotrimoxazol. Dat is een onderhoudskuur voor ziek worden, et cetera. Doet hij echt super goed. Dus die kan ik volgende week even ophalen. Maar ze maken ook gewoon een schildklimmedicatie. Dat is nu ook aangepast. Zijn schildklimmedicatie, want ik heb de uitslag terug en hij is iets verbeterd. Maar dat betekent nog niet dat hij op de goede punt zit waar hij moet zitten. Maar goed, ja, dat ben eigenlijk de hele tijd met hem bezig geweest. Lekker laten eten. Ik heb hem vandaag gewoon lekker veel geknuffeld ook. En hij heeft eigenlijk pas net sinds een half uurtje de tablet. Dus en dan heb ik ook geen tijd om te vloggen. Want ik ben echt met hem bezig geweest. Ik heb verder ook helemaal niks gedaan als een paar boodschapjes en voor de rest voor hem zorgen. Dus op een gegeven moment was hij zo klaar met alles. Dat ik zei tegen hem, weet je wat? Ik zeg, ga je nu je tablet geven? Kun je heel even rustig aandoen voordat we je broers ophalen?
Zeg, dan kan mama even uploaden. Ik zeg, en dan kun je daarna gewoon weer lekker van alles doen. Niels is op vrijdag altijd iets eerder vrij. Dus die komt ook op tijd naar huis. Hebben we afgesproken. Dus ja, alles loopt zoals het lopen moet op dit moment. Dus dat is goed. Lekker. Ik heb Liam en Sam opgehaald. Toen zijn we thuis gekomen. En ja, ik vertel nou de laatste tijd wel eens aan jullie van ja, ik kan niet alles vertellen. Want we waren natuurlijk met PGB bezig, maar ook nog met iets anders. Een hele tijd geleden zeiden Niels en ik tegen elkaar, als Jordi 16 is, bij wijze van spreken, dan houden we hem niet meer op een trap. Als hij zichzelf dan laat vallen, dan zijn wij er ook aan, zeg maar. Jordi wordt natuurlijk veel zwaarder, et cetera, et cetera. Toen zijn we eens gaan kijken van, kunnen we verhuizen naar een huis dat geschikt is voor Jordi? Nee, we hebben eerst gekeken of in dit huis mogelijk is om aan te passen. Dat ja, klopt. Ja, dat bleek dus net zo duur te zijn als een ander huis te kopen. Ja, in totaliteit. Ja, dus toen zijn we eigenlijk snel tot de conclusie gekomen dat we toch liever een ander huis zouden hebben. Ja, en dan zouden we ook meer ruimte kunnen creëren voor Jordi. Omdat Niels altijd heel hard werkt, hebben we natuurlijk in iets meer budget op dit moment. Dus we zijn gaan kijken en met een financieel adviseur zijn we gaan praten. En eigenlijk, zeg maar, voor het categorie huizen waar we dan naar zouden moeten gaan kijken, zouden we tot januari moeten wachten. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk. Ja. Dus we zijn gestopt met zoeken. En afgelopen zomer, toen was Niels vrij en ik had al een paar keer gezegd tegen hem, ja, maar is dit huis niks voor ons? Ik ga niet vertellen welke straat. Ik ga ook niet vertellen waar precies. Dat komt allemaal te zijn de tijd wel. Maar wij zijn daarmee bezig gegaan en we zijn daar eens te kijken. Ja, en toen zijn wij het plan een beetje gaan uitwerken voor onszelf. Ja. Of het haalbaar is en dan met de financiële adviseur of die vindt dat het haalbaar is. Ja. En toen zijn we tot de conclusie gekomen dat we daar eigenlijk wel... Dat het haalbaar is. Ja. Dus... Toen zijn we onderhandelingen gestart. Ja. En uiteindelijk daar best wel snel uitgekomen. Ja. En nou hebben we dus vandaag de handtekening gezet. Het voorlopig koopcontract. Nu is het nog wel zo dat de financiering gereed gemaakt moet worden, et cetera. Het is een bedrijfswoning, dus Niels gaat daar ook een garage bouwen. Mm-hmm. Dat is in ieder geval de bedoeling, waardoor Niels dus ook meer thuis is en ja, meer mij kan ondersteunen in principe, ook in de kinderen halen, brengen, dat soort dingen allemaal. Dus ja, als alles goed gaat, hebben we rond 5 november de sleutel. En dan begint weer een nieuwe fase, dan moeten we dat huis leefbaar gaan maken. Ja. En daar gaat ook het een en ander aan vooraf, et cetera. En daar gaan we jullie wel in meenemen, toch? Mm-hmm. Dus we gaan verhuizen als het allemaal loopt zoals het gepland is door ons en de financieel adviseur. Mm-hmm. Dus ja, dat was waar ik nog niet zoveel over kon zeggen. En waarom niet? Omdat er nog ten eerste geen voorlopig koopcontract getekend was. En ten tweede, beide partijen... Zeg maar, zowel wij als degene van wie het huis is, moesten nog wat dingetjes op papier zetten en regelen. Maar dat is allemaal geregeld nu. Dus we hebben vandaag het voorlopig koopcontract getekend. En, op naar de toekomst. Op naar de toekomst, waar Jordi beneden kan slapen en douchen.
Dus dat is in ieder geval de bedoeling. Dus ja, en dit huis gaat dan te koop komen te staan. Ja. En wanneer dat is, et cetera, daar ga ik nu nog geen uitspraak over doen. Omdat wij van mening zijn dat dat... ja, we wonen hier nog. We wonen hier nog een periode. Dus tegen die tijd dat het allemaal zo is en we weggaan, dan gaan we duidelijk maken waar dat we al die tijd gewoond hebben, maar nu nog niet. Ja. Toch? Dus dat is wat ik wilde zeggen. Ik ben nu bezig met mijn nagels. Niels gaat zijn eigen ding even doen. En ja, we hebben een hele leuke toekomst voor ons in ieder geval. Mm-hmm. Dus wij zijn blij. Een hele goede morgen. Niels is alweer werken. Ik heb de kinderen uit bed gehaald. Ze hebben nu net wat gegeten, gedronken, et cetera. Dit zijn mijn nagels geworden. Ik heb ze iets langer gedaan. Want het moest een nieuw set zijn. Dus dat. Ja, ik ben nu dus gewoon thuis met de kinderen. En we gaan zien wanneer Niels thuis komt. En voor de rest, ja. Niet te veel vandaag. Joop, niet te veel vandaag. Niels is laat thuis gekomen. Ik heb vandaag heel veel gezeven gehad met de kinderen. Continu ruzie maken. Met Liam en Sam dan. En het is nogmaals niet om te klagen. Maar zo is gewoon mijn dag geweest. Dus ik ben continu aan het ruzie stoppen geweest. Jordi die dag bij zijn eigen. Ik kan ook kleien met wat ik eruit poep. Dus dat heb ik ook meerdere malen schoon moeten maken. En ja, hij heeft een romper aan. Maar hij heeft een andere manier gevonden om erbij te komen. Via zeg maar zijn bil, zeg maar dat. Dus ja, we hebben ze vanavond gedoucht en ze liggen nu in bed en ik heb hier nog een hele hoop bende liggen. Maar dan ga ik vandaag niet meer opruimen. Nope, ik lig nu op de bank en Niels is eventjes voor mij naar de winkel. En die neemt wat lekkers mee en voor morgenochtend. En we gaan gewoon op tijd naar bed. Want och jongens toch. Ik wil gewoon dadelijk op een gegeven moment een keer gaan slapen. Niels die zei ook, hij zegt, weet je, zegt hij, morgen weer een dag. Ik normaal elke avond ruim ik alles helemaal op. En ja, ik kan vandaag gewoon niet meer. Soms heb je dan gewoon even dat je even kapot bent. Of even kapot. Gewoon dat je die puff niet meer hebt om dit nog even te doen. Ja. Ik doe niks meer vandaag. Ook die dagen mag je wel eens hebben. En nee, dit is geen verantwoord gedrag. In ieder geval waar ik mezelf wil verantwoorden naar jullie toe of wat dan ook. Dit is gewoon zoals het is. Morgen weer een dag. Morgen ga ik sowieso boven het een en ander doen. Want ja, we hebben natuurlijk dat huis gekocht. Dus er moeten wat dingetjes ook nog uitgezocht en opgeruimd worden. En ja, dat moet gebeuren nog. Of ja, moet nog gebeuren. Daar ga ik gewoon mee beginnen. En morgenmiddag moeten we eventjes nog naar de winkel. Ik moet even een paar dingetjes nog halen. En ja, we gaan het zien. Niels komt nu binnen. Met wat boodschapjes. Die ruim ik heel even op. En dan vind ik het wel gescheten voor vandaag. Een hele goede morgen. Lekker ontbijten. Jam, jam. Jam, jam. Lekker, hè? Lekker happen. Ik heb echt al heel veel gedaan sinds het ontbijt vanochtend. Het lijkt alsof ik niet veel heb gedaan, maar ik heb echt heel veel gedaan. Ik heb heel de douche leeggeruimd en gepoetst. Het kastje onder het gootsteentje van de douche heb ik weggedaan. Waar ik altijd mijn shampoo enzovoorts op heb staan, die is ook weg. Want dat zat, hoe noem je dat nou? Roest op. Ja, daar was het. Hier heb ik normaal, want we zijn nu op zolder. Hier heb ik normaal van alles staan. Het enige wat er nu staat is dit. Ik wil dit, hier zitten babyfoto's in. Wil ik nog even een keer goed gaan uitzoeken, zodat ik dat in fotomappen kan doen. De rest staat allemaal onder mijn bed. Dus daar ben ik ook weer vanaf.
Verder heb ik enorm veel was. Ik ben al de hele dag aan het wassen. Ik denk dat ik nog een wasje of vier heb, voordat ik helemaal bij ben. Ik heb allemaal kleding eruit getrokken. Want ik moet even uitzoeken wat ik weg wil doen. Wat ik aan heb gehad deze zomer en wat niet. Dus ja. Ik heb heel veel gedaan, ook al lijkt het niet zo. Ik heb wel alle bedden afgehaald en dat soort dingen allemaal. Dat is fijn. Maar voor nu ga ik gewoon eventjes verder hierboven. En zorgen dat ik alles doe. Tussendoor zijn we ook nog naar de winkel geweest. Heb ik pakken gehaald, dat soort dingen allemaal. Zodat ik dingetjes onder het bed kon plaatsen, et cetera. En dat gewoon bij elkaar zat. Dus ja, daar ben ik gewoon allemaal mee bezig geweest. Dat zijn ook dingetjes die ik niet elke dag heb, zeg maar. Die je niet vaak nodig hebt. Dus dat is fijn. Ja, nu ga ik even hier opruimen. Dan kan ik even hierboven stoffen. En dan kan ik stofzuigen en dweilen. En dan is het hierboven voor nu klaar. Voor vandaag in ieder geval. Er moet nog veel meer gebeuren. Maar binnenkort komt Inge ook nog een weekendje. Kijk, binnenkort komt Inge ook nog een weekendje. En zij is, en ja, dit mag ik van haar zeggen. Zij is zo'n OCD'er die alles extreem netjes opvouwt enzovoort. Want ja, we gaan ons huis verkopen. Dus er moeten binnenkort ook foto's gemaakt worden. Dat gebeurt ergens begin oktober. Maar ja, ik ben nu al bezig met opruimen, dingen weggooien, dingen doen, want dat heeft gewoon tijd nodig. Ik kan niet alles in één keer. Er zullen dat weekend dat Inge komt, zullen er ook nog een paar dingetjes naar mijn opa toegebracht worden, zodat het daar in ieder geval even opgeslagen staat. Want ja, zoals bijvoorbeeld het zwembad, dat soort dingen allemaal, daar hebben we het allemaal met hem over gehad. Dat mochten we allemaal bij hem even neerzetten. Totdat we het in principe ja, niet weer kunnen gebruiken, maar totdat we de ruimte ervoor hebben om het ergens neer te gaan zetten. Dus ja, dat. Ook een aantal autootjes van de kinderen, et cetera, zal daar tijdelijk even komen te staan. Zodat het helemaal, zeg maar, netjes is. Het zwembad gaat ook van de week weg. De kinderen die hebben de afgelopen paar dagen ontzettend veel aandacht nodig. En zoals ik al eerder heb gezegd, dit is niet om te klagen. Dit is gewoon zoals het is. Ik weet niet wat ze hebben. Ze zijn alleen maar aan het ruzie maken met elkaar. En als ze samen proberen te spelen, dan eindigt het nog een ruzie. En ik ben ook een paar keer naar beneden moeten gaan om ze eventjes bij de kladden te pakken. Want ja, Niels is op weer Mandy, kom even helpen. Dus dat heb ik gedaan. Maar goed. Ik ga ondertussen zorgen dat het hier zover allemaal klaar is. En proberen om beneden ook nog heel eventjes het een en ander te doen. Niels gaat zo dadelijk de kinderen eten geven. Ik ga pas eten als de kinderen op bed liggen. Want alles wat ik nog kan doen totdat ze in bed liggen, is mooi meegenomen. Dus ja, dat. En dan als ik gegeten heb, kan ik beneden aan de slag. Morgen gaat Jordi ook weer naar school. Niels die gaat hem brengen, zodat ik niet hoef auto te rijden of in ieder geval hoef te haasten, et cetera. En dan kan ik gewoon bij Sam en Liam thuis blijven. Morgenmiddag komt er iemand van thuisbegeleiding voor Liam. En morgenmiddag komt ook onze PW'er. Ik moet nog steeds met haar over hebben hoe dat we ze er nou noemen, zeg maar. Dus ja, dat is de bedoeling. En voor de rest zien we het allemaal wel. Ik ga even hier verder met opruimen enzovoorts even uitzoeken wat ik nog ga aandoen en wat ik weg ga doen. En dan hebben we dat ook weer voor elkaar. Ik had verteld dat er een klusjesman hier bezig is geweest. Nou, ik ga het jullie even laten zien. Dit is de overloop. En dit heeft hij aangesmeerd. Hij heeft de boel netjes gekit.
En daar komt volgend weekend Egeline overheen. En dan in die week daarna een andere vloer. Dus ja, daar komt straks nog even mat overheen. En dan is het zover weer klaar. Maar nu ga ik eerst alle kamers rechtzetten. Want die heb ik allemaal gepoetst. En zorgen dat de kinderen naar bed kunnen. En dan is het tijd om even te eten. En beneden aan de gang te gaan. Hè, ik heb veel gedaan vandaag. Mm-hmm. Lijkt nu wel niet zo, maar als je boven kijkt heb ik veel gedaan. We hebben alle foto's daar weggehaald. Ook aan die andere muur. Maar dat zien jullie vanzelf in de volgende vlog. Mm-hmm. Boven hebben we echt heel veel opgeruimd. Of ja, ik heb al heel veel opgeruimd. En jij hebt opdracht gekregen om bepaalde dingen onder ons bed te zetten. Ja, we hebben een stopplaat gevonden. die hadden we al. Maar dat hebben we heel lang niet gebruikt. Nee. Ons bed is best hoog. En de onderste, denk ik. 70 centimeter ruimte. Ja. Dus daar hebben we van alles onder gezet. Ik vind het namelijk belangrijk om bepaalde spullen van de kinderen toch gewoon te bewaren. En veilig op te bergen. Dus vandaar dat ik het daar neer heb gezet. Alleen ja, als we ons huis op Venda willen zetten, dan dan zal het ook wel een beetje leger moeten. Ja, dat. Dus sommige dingen zullen naar mijn opa gaan, zoals ik al vertelde. Maar sommige dingen kan ik ook gewoon hier kwijt, zoals wat we vandaag hebben gedaan. En dat zijn spullen die ik ook niet 1, 2, 3 nodig heb. Nee. Of we niet 1, 2, 3 nodig hebben. Dus ja, zo zijn we er langzaam al mee bezig. Want ja, er zullen toch een keer foto's gemaakt moeten worden. En ja, je zal toch een beetje je eigen spiegel van het huis af moeten halen, of hoe moet ik dat zeggen? Je eigen touch. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Ja, een beetje zo neutraal mogelijk. Ja. Dus ja, dat is gewoon normaal voor de verkoop. Dat zijn ook de tips die je hebt gekregen. Alleen één ding verander ik niet en dat is mijn wc. Hm. Dat ga ik niet doen. Dat weiger ik. Ik doe heel veel, maar dat weiger ik. Maar goed, dat is gewoon zoals het is. Mm-hmm. Dus ja, veel gedaan vandaag, weinig gevlogd. Maar hey, dat is gewoon soms wel eens zo. Ik ga hier nog eventjes wat dingetjes doen samen met Niels. En dan is het eigenlijk een keer tijd om naar bed te gaan. Yes, dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.